Ik ben Julie van den Driessen. Ik heb van mijn passie deels mijn beroep kunnen maken. Ik heb in 2018 Bake of Vlaanderen gewonnen en dat is een droom die voor mij is uitgekomen. Mijn leven is toch wel veranderd. Vooral voor mezelf. Ik heb een boost van zelfvertrouwen gekregen en ik heb heel veel angsten overwonnen. En daar ben ik super dankbaar voor dat ik dat eigenlijk gewonnen heb. Ik heb heel veel kansen gekregen. Ik heb een Jam TV mogen doen. Ik breng binnenkort mijn eerste bakboek uit samen met Denise Kuppens. Dubbel zo lekker. Ik ga de klassieke patisserie brengen. Denise, een vegan alternatief. Het is altijd mijn droom geweest om een bakboek uit te brengen, aangezien ik altijd heel graag geschreven heb in mijn tienerjaren. Ik hou van powervrouwen die helemaal hun ding doen, die sterk in hun schoenen staan. En ik ben grote fan van Nigella Lawson. Ik vind dat zo'n topmadame. Die is zwoel, die legt alles zo heel vrouwelijk uit. En dan krijg je gewoon goestie om te koken of te bakken. Ik hou van vrouwen omdat die sterk in hun schoenen staan en die zijn voor zoveel dingen tegelijkertijd soms bezig. En ja, het moederfiguur vind ik ook wel te bewonderen. Als ik kijk naar mijn collega's, hoe dat die alles combineren, hun job, hun kinderen, ook nog hun passie, hun hobby, dat is echt ongelooflijk. En ik vind dat chapeau, hoedje af, dat je zoveel ambitie kunt hebben en dat je gewoon altijd blijft gaan en dat vooral met een glimlach.